Ik heb helemaal geen coachervaring. Kan ik dan toch bij jullie de opleiding doen? Dat is ook een vraag die we regelmatig krijgen. Nou, misschien heb je niet direct coachervaring, maar wel andere ervaring. En daar bedoel ik mee, kijk, de meeste deelnemers die bij ons de opleiding volgen zijn tussen de 30 en de 65. Die hebben zeker niet allemaal coachervaring, maar die hebben wel heel veel levens- en werkervaring al. En zelfs nog onder de 30. Er komen mensen die dan toch nog al van alles in huis hebben en als coach aan de slag kunnen. Dus het is niet afhankelijk van wat jij in het leven behaald hebt aan papiertjes of aan opleiding of cursus of training gedaan hebt. Het gaat er veel meer om wat zijn jouw wensen voor de toekomst. En natuurlijk weet je van jezelf wel van ja, ik heb echt veel affiniteit met mensen of met de natuur of met beide en ik zou er zo graag iets in willen betekenen. En als je dat verlangen volgt, dan is het oké voor ons. Dan stap je in. Wij hebben mensen in de opleiding meegemaakt. Die hadden al allerlei opleidingen en training gedaan. En die hadden nog steeds moeite met allerlei vaardigheden. Terwijl er ook mensen instapten die nog nooit een papiertje gehaald hadden. En juist heel gemakkelijk alles meenamen wat ze aangereikt kregen. En een prima coach waren. Dus ga ervan uit dat als het jouw wens is, dat je van harte welkom bent. En dat het voor jou het goede pad is. Mocht je nog vragen hebben, nou dan bel gewoon en we hebben het er even over, even een sparmoment, zodat jij de juiste keuze voor jezelf kunt maken.